Ik ben even mijn... Ja. Meneer Bruin, ik heb u in mijn ooghoek alle aantekeningen zien maken. Kom mee, u kent de procedure. We gaan even die kant op. Kom mee, want dames en heren, het is zover. We gaan de jury aan het woord laten om te bepalen wie nou uiteindelijk de politieke junkie is november 2016. Goedemiddag, moet u dat allemaal voorlezen? Het hele partijprogramma wat u opgeschreven heeft hier. Nee, ik hou hem zelf vast. We beginnen. We gaan die kant op. En u kunt over de hoofd, u hoeft er niet aan te kijken. Dat geeft u ook wat vrijheid in de kritische recensie. Max van Wezel, jury, uw oordeel. Nou ja, tot nu toe was het heel gezellig. Maar we gaan dus nu even kritisch worden. Ja, ja. We hopen dat er überhaupt iemand is die daaraan voldoet. Hè, want anders neem ik de prijs mee naar huis. En we gaan, ik heb met de jury even overlegd. We gaan niet alleen een prijs uitreiken voor... Althans niet alleen meewegen hoe ze het gedaan hebben. Maar we gaan ook voor de SSC-factor... Die is nou ook heel interessant vanavond. De schoenen-sok-combinatie. er is nou ook een grote variatie. Eigenlijk... Een soort... Wat mag je sokken aan? Nee. Komt erop neer dat die twee mannen met charatels op het podium zitten, dames en heren. Jury, focus. Ja, nou, de fictie van het premierdebat bij Max, dat was een origineel onderwerp. Commerciële omroepen werden meteen gebest. Dat was een beetje een dieptepunt. Pardon? De buurvrouw reageerde er ook meteen op. De link tussen Wouter Bos en Genesis was natuurlijk verrassend. Enerzijds was het een complete fictie, anderzijds van grote invloed. Dat was, op zijn zacht gezegd, elastisch. De analyse van de dynamiek tussen de lijsttrekkers die zich verdringen, dat was interessant en leerzaam. Ook wel een eye-opener, moet ik zeggen. De conclusie dat Mark Rutte... de conclusie over Mark Rutte, daar was ik natuurlijk helemaal mee eens. Jammer genoeg werd er aan het eind geen oplossing gegeven. Het bleef in mijn vak een beetje steken in de diagnose, of ik kan geen therapie. De lichaamstaal was buitengewoon boeiend, ook door alle anderen heen. De nieuwswaarde was redelijk, het was belangrijk en interessant. De humor was groot, de betrokkenheid groot en de SSC-combinatie kan beter. Max van Wezel, dankjewel. Floor Bremer, jury, spreek u uit. Nou, Floor viel al meteen op doordat ze al meteen begon in te breken bij Max. Dat leverde er ook zendtijd op en die werd vervolgens voor sluikreclame gebruikt. Heel knap. Echt ook heel commercieel natuurlijk. Populisme en Dirty Harry, een enigmatische en originele titel. Wilders die de wind meedenkt te hebben, is actueel. Laten we ook hopen dat het zo blijft. De exercitie om voor en na de verkiezingen de mensen te interviewen was natuurlijk ontzettend origineel. De borstvergrotingen met aanzuigende werking, dat was een beetje plat, of juist niet misschien, maar goed, in ieder geval qua onderwerp. Commerciële. De onderwerpen van Rutte en Zijlstra onder de titel Populisme en Dirty Harry brengen, dat was lenig. En de conclusie om soms een steen in de vijver te gooien vond ik buitengewoon goed. Het gaat natuurlijk op de Hofvijver. U weet, ons uitzicht in de Eerste Kamer is op de Hofvijver. Aan de overkant kijken ze op de McDonald's, op het Buitenhof. Dat vinden linkse partijen fijn. Want op de gevel van de McDonald's staat de beste burger is een gegrilde burger. En wij zijn meer van de Burger King. En tenslotte voor de SCC-combinatie een 10 plus. Ja! Floor Bremer, dankjewel. Dankjewel. Ja. Frank Hendricks. Ja, Frank Hendricks. Rivaliteit, interessant onderwerp. Bobby Kennedy versus Lyndon Johnson, wie weet het nog. Hebben wij dat ook, die rivaliteit? Nou, dan moest hij Buma en Rutte uit de kast trekken. Ja, dat is hooguit vermeende rivaliteit, maar we weten natuurlijk wel wie daar wint. Oké, toch een interessant onderwerp. Hij riep wel even spanning op, want hij gaf niet meteen die twee namen. Dus er werd veel in de zaal ook geparticipeerd in dit deel van de discussie. Dat levert zeker een extra punt op. Buma die heftig wordt, ja, dat is dan... Ongeloofwaardig nieuws, denk ik, maar toch interessant. Het werd ook technisch het frame laten draaien... om betrouwbaar maken verantwoordelijkheidsvakanties. Dat was niet heel nieuwswaardig, maar het was wel interessant. Het was een redelijke eye-opener, zeker van Haarsma Buma 1. Dat is heel groot nieuws, denk ik. Kortom, en voor de SSC-factor, ja, een beetje 2015, maar toch een 7. Oh, Frank Hendricks, dames en heren. Pas op dat je hier deze kant op... Ja, je hebt de spanning knap opgebouwd, meneer Bruin. Ik ga de prijs pakken, gemaakt door onze geliefde kunstenares Katinka. Tinkerbell. De grote vraag is rappapa, rappapa. Hou ons niet langer in spanning. Politieke junkie, november 2016, is geworden. Vanwege de diepgang, de tijdloze uitleg, de bewustwording, ondanks de SSC-combinatie, Max van Wezel. Wauw! Dan moet u hem even op, even meenemen. En dan moet u achterlangs hem op zijn hoofd zetten. Ja, dit... Dan mag u een fotootje van nemen, dames en heren, met uw telefoon.
Nooit over nagedacht dat zo'n bokaal goed bij je sokken zou kunnen staan. Maar hartstikke goed. Hou hem vast, hou hem vast. Dit is een wisselbokaal, je moet hem weer inleveren. Dames en heren, nog eenmaal een warm applaus. Jan-Anthony Bruin van de VVD. Dankjewel. Veel dank.